Het is weer zoals vanouds. Ja, nee, dat was echt, echt niet leuk, zeg maar. Iemand weet waarom? Dat was eten vlot, dat deed ik ook een vraag. Ja. Precies hetzelfde. 9, zo. Ik heb ze wel afgehaald. Nu. Slapen in de kou. Goedemorgen! Goedemorgen! Het is woensdagochtend en heel specifiek, of nee, specifiek, specifiek. Speciaal, ik zit sinds weken weer op de fiets. Dat wil ik wennen. Ja, dat is heel erg wennen. Ik en de camera blijft voor mij te staan zo, maar... Larry. Kina, ze hebben jou de bosjes weggehaald. Misschien gaan ze hier wel een zebrapad maken. Dat zou fijn zijn. Maar dat gaan we zien. Het zonnetje schijnt echt lekker. Gisteren was het echt een rommeldag koud. Ik ga niet gaan doen, mama. Ik weet het niet. Maar in ieder geval doorfietsen dat jij op tijd op school komt. Ik ben weer thuis. En ik dacht, fiets gaat me zwaar vallen, maar dat viel reuze mee. Ik heb tegenzet. Ik heb ook ondertussen overblijfformulier ingevuld. Zeggen ze eigenlijk niet over gaan blijven, omdat ik nu niet op de overblijf mag staan. Maar ze wilden heel graag toch een dag in de week. Dus ze gaat nu 1 dag in de week overblijven. En 2 dagen in de week eet ze samen met Mila. 1 dag hier en 1 dag daar. Dan hoefden we allebei geen overblijf en dat vinden die meiden gewoon heel erg leuk. En het scheelt haar moeder, zeg maar... een dag naar de overblijf gaan en het scheelt voor mij een dag dat ik even heel veel kan doen en die meiden vinden dat geweldig. En dan 1 dag eet ze gewoon thuis. Dus eigenlijk kan ze van alle walletjes zo eten, dus dat is perfect geregeld. Dus dat heb ik geregeld, in ieder geval ingevuld nu en dadelijk invullen. En nu even rustig thee drinken. Ik heb echt moeite trouwens met mijn bed uitkomen. De eerste dag ging het echt super, echt top. Gisteren was drama, vandaag was drama. Terwijl, ik ga op tijd naar bed. Daar heb ik me echt braaf aan gehouden. Maar ik kom er gewoon niet uit. Mijn lichaam heeft echt zoiets van, dit is niet de tijd waarop we wakker moeten worden. En ja, dat gaat dus niet zoals gehoopt. Het is echt, echt drama. En het is niet dat ik heel moe ben of niet uitgeslapen ben of wat dan ook. Maar ik weet niet. Het wakker worden lukt gewoon voor geen meter. En wat heb ik aan vandaag? Ik heb weer deze top aan van Benetton. High waist jeans van Levi's. Mijn toenlaarsjes. Deze kleine oorbelletjes, die zijn niet ergens van. Deze vintage oorbellen. En mijn Anna en Nina hangertje met de S. En die vind ik zo verschrikkelijk leuk. Nu snel doen, ze is vandaag vroeg uit. Dus ik heb niet heel veel tijd. En ik heb vanmiddag ook plannen, dus even haasten. Ah, bij school. Noah's nieuwe hondje, Snuffy. Vind je hem lief, Sarah? Ja. Snuffy. Snuffy, kom eens hier. Je ruikt te veel, hè? Hallo. Ah, wat ben je nog een schatje. Nog lekker klein, hè? Ja. Is die lief nou? Ja, hij is nog maar... Heb je mij interessant? Ja, hi. Kom je even kijken. Ga je bij hem zitten? Hi, kom maar. Kleine Snuffy. Sarah heeft de lunch al niet op en die zit weer in de Pokémon. Ik heb mijn lunch op. Ja, dat zeg ik. Je hebt, maar je had hem eigenlijk moet bijna ze niet op. Pakken? Ja, maar kan je dat niet zelf meer nu? Zit je te diep in je spel? Oh, gooi je. Kijk, wil je het filmen? Oh, nou, oké. Okay. Speciaal voor Sarah. Dit is Sarah dus aan het doen. Gooi de bal. Kijk, 2 ballen. Heb je 2 ballen gegooid? Je denkt, dan heb ik hem sowieso. Blijft nee. Ze zitten? Met z'n allebei. Ja, ze blijft altijd bij me zitten. Oh, wat fijn. Je hebt hem, Sparrow.
Het is weer zoals vanouds. Kitty is binnen. Yay. Hallo. Ja, ik denk we moeten ons wel even in onze startpositie hebben. Ik vind dat we het moeten hebben over een sleutel. Over je sleutel? Een vaste sleutel voor dit huis. Nou, dat kunnen we regelen hoor. Ja, het zou makkelijk zijn. Ja, of niet elke keer te tikken. Dat kost mij moeite. Te tikken? Op het raampje. Oh. Ja, dat is heel zwaar. Ik denk wel minder zwaar dan je sleutels uit je tas halen, maar... Wat zei je? Sleutels uit je tas halen is zwaarder, maar... Echt, ik heb echt zo vaak lopen naar de deur en ik heb zo geen zin om sleutel te pakken. Ik denk, ik wil gewoon tikken dat hij gewoon open gaat. Soms doet het ook gewoon. Yeah. Oh, ik heb die lekkere bloemkoolschotel weer gemaakt. Want deze zijn er ook allebei gek op. Lekker, lekker. Ja, nee, dat was echt niet leuk, zeg maar. Kitty en ik gaan iets heel verrassends doen. Kweeks! En we hebben de all-time favorite playlist. Oh, ik mag een keer beginnen. Ja, nee, vorige keer. Nee, elke keer. Of met die keer samen dan. Nee, die laatste keer dat hij gespeeld, toen mag ik ook niet. Toen zei je ook van, oh, dit is de eerste keer dat jij de laag hebt gegooid. Oh, dan heb ik die gewoon geblokt. Toen was Mark ook de deur. Ja. Maar elke keer, als ze ook met Sarah zo, rol jij elke keer 6. Nee. Nou, toen hadden we eerst inderdaad met Sarah gespeeld, toen mocht ik. Ja, toen rolde je 6. Toen kon jij beginnen. 9. Ik heb in ieder geval wel 1 mooie. Redelijk mooie. En jij dacht echt, ik doe origineel. Nou, het valt mee. Deze is nog te doen. Hij is niet top, maar hij is wel te doen. In de onder. Nee, maar vanaf die is het echt... Ja, inderdaad. Die kan nog. Oké. Okay. Nee. Met die heb ik nog geen medelijden. 3. Nou, ik heb een mooie raar. Show. I'm on a roll. Ik zit te twijfelen, pak ik die of pak ik die? Ik zou die doen. Ja, echt wel. Geef me misschien weer geluk. Waar ga ik hem zetten? Groen of blauw? Deze had er 5 moeten zijn, dan had ik het geweten. Ik kies groen. Zes. Jij bent niet gul. Ja, ik heb net gegooien. Nee, jij gaf mij ook niet. Oh ja, nee. 5. Klaar nu. Nee, dan bekijk het maar. Ja. Oh, ik hou zo van dit nummer, weet je. Wie is dit? Oasis. Wonderwall. Oh, ja. Altijd. Oh. Jij mag beginnen. Oh ja, zo. Je hebt even mijn 104 goed schrijven. Even voor duidelijkheid. Ja. Nou, zal ik dan even mijn 132 even iets duidelijk maken? Oh, wat ja. Een... Wat weet jij erop? Dat was één te vol. Dat deed ik ook een vak. Ja. Precies hetzelfde. 9. Zo, ik heb ze wel 8. Balen! Nu. Slapen in de kou. Kitty is net naar huis gaan, dus ik ben echt heel snel achter mijn computer gaan. Want ik moest nu nog 2 vlogs editen. En ik wil natuurlijk niet te laat naar bed. Dus ik wilde in ieder geval 1, anders wordt het wel te laat. Want anders moet ik er morgen 3. En dan gaat het echt heel snel. Want als er dan weer iets tussendoor komt of wat dan ook, dan ben ik te laat. En ik ben eigenlijk nooit te laat met mijn vlog. En dat vind ik heel prettig. Want ik hou niet van te laat komen. En ook niet daarmee dus te laat zijn. Dus zo mijn handen jeuken. Dat is goed. Ze zeggen, als je handen jeuken, dan komt er geld jouw kant op. Dus dat zei de moeder van een vriendin van mij altijd vroeger. Dus laat me maar flink jeuken. Mijn vlog staat te renderen. En ik ben helemaal blij.
Want ik denk, ik ga nog heel even Netflixen. Als ik toch zit te wachten. En toen zag ik dat het nieuwe seizoen van Keeping Up With The Kardashians. In ieder geval het nieuwe seizoen. Het is het vierde seizoen, dus het is echt van 12 jaar terug of zo. Oh, ik klik per ongeluk het geluid aan. Dat die online staat. Dus die ga ik even een stukje kijken. En toen was het weer tijd om op tijd naar mijn bed te gaan. En hopelijk kom ik er morgen echt beter uit. Dus ik wil nog even de vlog afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!